Dat is het! Dat is het! Dat is het! Ik wist het! Ik wist het! Philippe Albert! Zo kennen we Rick de Sadeleer allemaal. Met hem verdwijnt een legendarische voetbalcommentator die de hoogdagen van de Rode Duivels in de jaren 80 becommentarieerde. Zelf heeft hij altijd voor Racing Mechelen gevoetbald. Karel Huijbrechts leerde de stijl van de Sadeleer. Samen schreven ze in 2011 een boek over hem en 80 jaar Belgische voetbalgeschiedenis dat ze toen kwamen voorstellen in onze Wakker op Zondag studio. Daar is hem! Wij zullen het niet weer doen, maar we zijn alweer op weg naar Mexico. Is dat vreemd? Dat zou kunnen. Hij zegt, ik weet zelfs niet wie het is, maar we zijn alweer op weg naar Mexico. En dan zegt hij groen. Hij bouwt een zinnetje in. We zijn alweer om mij de gelegenheid te geven, hem duidelijk te maken wie dat is. Hè. Dus ik weet zelfs niet wie dat is, maar we zijn alweer op weg naar... Ondertussen heb ik tegen hem gezegd, George Groen. En hij twijfelt toch altijd een beetje. Hij zegt, George Groen, dat zou kunnen. Hij zegt niet direct, ja, het is George Groen. Dus. Ja. Ja. Omwille van zijn vrouw woonde de Sadeleer al jaren in Knokken. Totdat ik de wereldbeker van 1974 in Duitsland, kwam ik terug van Duitsland. En ze was voor de eerste keer tijdens de wereldbeker op vakantie geweest in Knokken. En ik kwam thuis... En ze zeiden er al. En toen is me een frank gevallen. En ik heb gedacht, als ik hier kon wonen, is dat gezaag gedaan. Ja. En inderdaad, zijn daar gaan wonen. En het gezaag was gedaan. Rick de Sadeleer werd 89.